Ik ben Stanley Starveld, 39 jaar en ik ben Corporate Finance Specialist bij een investeringsmaatschappij. Als ik in de spiegel kijk zie ik dat mijn gezicht verandert, dat mijn uiterlijk verandert. Je wordt ouder en ik begin inderdaad steeds meer te zien in mijn gezicht, vooral onder mijn ogen. En ja, dan denk ik dat de enige manier is om er wat aan te doen, is om ook daadwerkelijk je te gaan informeren erover. Nou, ik ben eerst begonnen met crèmes te smeren onder mijn ogen. Eerst simpele crèmes en dan ga je steeds wat duurdere crèmes totdat je de duurste crème hebt. En dat werkt tijdelijk wel, of aan het begin werkte dat wel. En ik was van huis uit bij mijn moeder altijd al geleerd om te smeren. Dus wij moesten altijd met een grote blauwe pot op het gezicht. Dus dat was mij wel bekend. Dus dat doe ik eigenlijk ook al mijn hele leven. Alleen je merkt gewoon dat op de duur, welke crème je ook smeert, het neemt niet de oorzaak weg. Ik wilde wel zo lang mogelijk mee wachten, maar ja, ik ben nu 39. Nou, dan zou het nu nog wel de tijd kunnen zijn dat we het eerste herstel wel kunnen gaan doen. Stanley, ik begrijp dat je graag wat aan je oogleden wil laten doen. Als ik naar je oogleden kijk, dan zie ik dat je een heel klein beetje huidoverschat hebt aan de bovenkant. En dat je aan de onderkant een beetje een zwelling hebt. Je geeft ook aan dat je wat rimpels krijgt, met name bij het lachen. Je kunt overwegen om die rimpelvorming wat te dempen door middel van botox. Ik zou daar niet te veel operatief aan doen, omdat die spierspanning nou helemaal belangrijk is en dat je dat lachen natuurlijk niet kwijt wil. Er zit een heel klein beetje zwelling in je onderooglid. Dat kan via de binnenkant gecorrigeerd worden, zodat je aan de buitenkant geen littekens krijgt. Dus ik denk dat als je dat doet, dat je met een bescheiden ingreep je uitstraling behoudt, maar er gewoon net wat frisser uitziet.